En dan zien we met 43 Rodi van Heuvel.
Die eerste vier rijders gaan door naar de finale. En de pechvogel in deze rit is Ron van Toren van de wegrijder. Die zal er ongetwijfeld de volgende keer goed bij moeten zitten. Want anders zien we hem niet terug in die zes betreffende finale. We gaan door naar race nummer 8. Aan de leiding hier van het twee van de rode die op een race leidt. Kom op, Anja, doorgaan! Met 753. Dan zie ik er eentje van de rijders op plek 3 zitten. Dat zal ongetwijfeld Jeff van Hoeken zijn. Zet hem op, meid! Hij staat op plek 3, maar hij heeft ondertussen toch eventjes gewisseld. Hij is naar voren toe gekomen, naar plek nummer 2. Handen vast, Jeff, blijft de radio uit tot aan de finish zijn. Want dan komt hij hier voorbij. En dan op plek nummer 4, met de inhekker van S2 Milan. Ik weet niet of dit u het al gezien heeft. Ik wou net zeggen, een prachtig duel daar tussen 1 en 2. Met 129 topdekker. En eentje van Kelder en Malten dat er tussen de 1 doen zijn. Dat is een solutie. Ik had het nog niet gezegd. En ze staan ineens iets te dicht bij elkaar met het stuur of met het kader. En tussen de 1 doen hier, de pechvogel met deze rit. Hij zat heel goed bij en ze zien maar als hij ten val komt, dan is de kans voorbij. Want dan gaan de andere meteen voorbij en dan eindigt hij hier waarschijnlijk als zevende of als achtste. Eentje is een slokje weggewerkt. Aan de leiding hier, Jimmy van Tette. Van de leiding, Arthur. Kom. Gaan we terug naar